You are listening to Robert Bain's Bible Podcast, the info channel for church and society. Unpacking God's message, verse by verse. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gedeelte wat we hebben gelezen uit Matteüs is ook het thema voor de verkondiging vandaag. En dat is in wezen de zalving van de koning. U weet hoe dat werkte, ook al in het Oude Testament. Samuel zalft Saul tot koning. Dat is zijn aanstelling door de Heere God als koning, als gezalfde, als de Christus dus. En pas later heeft het volk daar enige inspraak in. Zij bevestigen dan dat koningschap. Samuel brengt het volk samen in Mitspa en dan bevestigen zij dat koningschap van Saul. Die twee horen bij elkaar. De Heere God die zich iemand uitverkiest om zijn naam te dragen, om zijn gezag uit te oefenen, en dan het volk dat dat ook met instemming moet begroeten. Zo is het ook met David gegaan. Maar zo is het ook gegaan met de Heer Jezus, die hier gezalfd wordt tot koning. De zalving in het Oude Testament was met olie, olie als een symbool van de Heilige Geest, maar hier vindt die zalving plaats met de Heilige Geest zelf. En dat roept de vraag op waarom zo vroeg in het evangelie, waarom bij het begin van de zending van de Heer Jezus en niet pas aan het eind bij die triomfantelijke intocht. Dat zou toch het begin moeten zijn geweest van zijn koningschap. Nee, dan gaat het dus over de aanvaarding door het volk van deze uitverkiezing, dan gaat het om de aanvaarding van het volk van hun koning. Maar hier gaat het om de keuze van de Heere God zelf, die deze Jezus tot koning wilde maken. En alles daartussenin, tussen deze doop in de Jordaan en de gebeurtenissen in Jeruzalem 3 jaar later, dat is de poging om dat koningschap van de Heer Jezus te vestigen, door het volk aanvaard te laten worden, zodat hij in Jeruzalem die troon zal kunnen bestijgen. Dat is het thema in dit evangelie van Matteüs. En het heeft enorme gevolgen. Enorme consequenties voor het praktische leven van u en mij. Niet dat hier rechtstreeks vermaningen staan. Niet dat hier opdrachten staan die we vanaf morgen onmiddellijk ten uitvoer kunnen brengen. Zo concreet en direct wil het ook niet zijn. Maar het wil ons onder de indruk brengen van het karakter en de status van deze koning. Het roept de vraag bij ons op wie of wat in ons leven het hoogste gezag heeft. Wie of wat bepaalt onze levensrichting, ons gedrag van dat dag tot dag, ons uitzicht naar de toekomst. Wie of wat heeft het gezag om dat in ons leven te mogen bepalen? En dat in een samenleving die dat al lang beslist heeft, namelijk dat wij zelf aan het roer staan, dat wij zelf over onszelf moeten heersen. In een samenleving die heel diep door het woord vrijheid bepaald wordt. En vrijheid betekent: niemand heeft gezag over mij. Niemand heeft iets over mijn leven te zeggen. En dan helemaal niet een God die je niet kunt zien. Of een Heer Jezus die 2000 jaar geleden gestorven is. Wie heeft er gezag over mij, behalve ikzelf?
Wie bepaalt wat ik kiezen mag, behalve ikzelf? Wij zijn vrije mensen, toch? Hier in ons gedeelte ziet dat er heel anders uit. Omdat de Bijbel ons duidelijk maakt, Gods woord ons duidelijk maakt, dat degene die het hoogste gezag heeft, ook degene is die ons bevrijdt van onze illusies, van onze zonde en schuld tegenover God, van onze schaamte over onszelf, van onze zwakte en ons onvermogen om met elkaar goed om te gaan. We hebben niet alleen maar een gezaghebber nodig. En als God zijn gezaghebber in de wereld zendt, dan weet hij dat als geen ander. We hebben een verlosser nodig. Iemand die ons in staat stelt om vrij te zijn. Want we zijn helemaal niet vrij zonder deze God. We zijn niet vrij zonder een Heer die we Jezus, dat is bevrijder, mogen noemen. We zijn gevangen. In de angst voor de dood, de slavernij. In slavernij vanwege de angst voor de dood. In slavernij vanwege de zonde die keer op keer ons iets laat doen wat we niet willen. En als wij doen wat we niet willen, dan heeft die zonde macht over ons. Dan is onze vrijheid, keuzevrijheid om te doen, om het goede te zoeken en te doen, om goed voor elkaar te zijn en dat ook vol te houden, dan is onze vrijheid een illusie. Dan hebben wij een bevrijder nodig die ook koning wil zijn, die ons bij de hand neemt en ons naar die vrijheid toebrengt. Die hebben we niet van nature, maar hij brengt ons er naartoe. Daarom wil Matthäus ons die koning-bevrijder voorstellen. Dat hoogste gezag dat tevens ook de hoogste uiting is van Gods liefde die zich neerbuigt en over u en mij ontfermen wil. Dit is geen trotse, arrogante koning die vanuit de verte regeert en meer zijn eigen belang op het oog heeft dan dat van zijn onderdanen. Dit is geen koning die anderen laat doodgaan voor zijn eigen eer. Dit is een koning die bereid is om zijn leven te geven voor hen die hij lief heeft. Matthäus schetst het ons. Eerst de afkomst van die koning in het geslachtsregister. Zoon van David, zoon van Abraham. De ware koning uit het huis van David. En dan ook nog eens de verering, eerst de komst, de geboorte van de Heer Jezus. Eerst de komst van deze koning in de wereld. God zelf in het vlees. En dan de aanbidding van die koning. Alvast als voorproefje op zijn erkenning aan het einde van de tijden. Komen die drie wijzen uit het oosten. En tonen hem hun aanbidding. En dan de aankondiging van die koning door Johannes de Doper. Die opdracht kreeg om de weg van de koning, de weg van de Heer, gereed te maken. Dat het een rechte weg is. Dat hij zonder obstakels en omwegen het volk en het hart van het volk bereiken kwam. En dan ons gedeelte. Dat grootse en prachtige en diepe begin van de missie, van de zending van de Heer Jezus hier op aarde. Toen kwam Jezus uit Galilea, niet uit Jeruzalem, niet uit Judea. Hij komt uit dat verachte noorden, omdat hij zich wil identificeren met zondaars. Omdat hij bij hen wil zijn die zijn buitengesloten. Die worden geminacht juist in Jeruzalem. Jezus komt uit Galilea naar die Jordaan. Die rivier die door de heidenen zo veracht werd. En hij komt naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Geen triomfantelijke vertoning. Geen spektakel met toeters en grote mensenmassa's en een heel gevolg. Jezus komt alleen naar Johannes en heeft deze ene wens. Om zich door de doop van Johannes aan te sluiten bij verworpenen. Bij mensen die weten bekering nodig te hebben. Bij mensen die beseffen dat tussen hen en God een obstakel is. En die ernaar verlangen dat dat wordt weggenomen. Bij die mensen hoort hij. Hij begint zijn missie niet in Jeruzalem om daar goede sier te houden en zich aan te sluiten bij de leiders van het volk. Hij begint bij verachten en verworpenen, maar mensen die wel het verlangen hebben naar het heil dat God kan brengen.
die naar een koning verlangen die hun bevrijder zal zijn. Daar wil hij zich bij aansluiten. Daar hoort hij bij. Johannes kent hem, het is zijn neef, 6 maanden ouder, iets eerder begonnen met zijn missie. En Johannes weet wie hij is. Weet dat deze Jezus de door God beloofde Messias is. Het laatste wat hij verwacht, is dat Jezus door hem gedoopt zou willen worden. Johannes immers predikte een doop van de bekering tot vergeving van zonde. Het is een doop bestemd voor zondaars. Voor mensen die beseffen dat ze tegenover die heilige God niet kunnen bestaan. Dat geldt toch niet voor hem, voor Jezus? Hij is toch juist, weet Johannes, hij is toch juist de onschuldige. Hij die nooit gezondigd heeft. Hij is toch die bijzondere zoon van deze God. Johannes, staat er letterlijk, probeerde hem keer op keer tegen te houden. Dat moet hij met enige drift en aandrang gedaan hebben. Niet 1 keer, maar misschien wel 10 keer. Elke keer als Jezus een stap naar voren zet om naar het water te gaan, moet Johannes zich tussen hem en het water hebben ingeplaatst. Nee, heren, u toch niet. Ik zou toch door u gedoopt moeten worden. En nu vinden we de zalving van deze Heer, en Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle drie de personen zijn daarbij betrokken. Eerste Zoon, laat ons begaan, zegt hij. Zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Zo wil deze Heer zich één maken met deze menigte van zondaars, om dan aan hun hoofd door de woestijn heen naar het beloofde land te vertrekken. Hij wil zich één maken met hen, zodat hij hun zonde en schuld dragen kan. Zo kan hij proberen, nee, zo zal hij het ook doen, gerechtigheid te vervullen. Hier komt geen koning met een nieuwe lijst van eisen en een nieuw wetboek. Hier komt geen koning die alleen maar straffen wil en scheiding wil maken tussen goede en slechte mensen. Dit is een koning die gerechtigheid niet komt eisen, maar komt schenken. Zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Niet door een oordeel, maar door deze daad van nederigheid en van vernedering. Zich aansluiten bij dit volk. En als Johannes dat eenmaal begrepen heeft, als hij deze woorden tot zich heeft laten doordringen, dan pas lezen we, toen liet hij hem begaan. Toen had hij het begrepen. Deze Messias komt blijkbaar niet alleen maar om een koninklijke verheven rol te vervullen. Hij komt om gerechtigheid te brengen. Op een hele andere weg dan Johannes de Doper dat had gedacht. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, had hij gezegd. Met andere woorden, als deze Messias komt, dan komt er oordeel en gerechtigheid en daardoorheen het Rijk van de Vrede. Nee, zegt Jezus. Ik kom mij aansluiten bij de zondaars om alle gerechtigheid te schenken, te vervullen. De tweede persoon die optreedt in deze ceremonie, zou je bijna kunnen zeggen, deze initiatie van de Zoon, de troonsbestijging van de koning, dat is de Heilige Geest. Als Jezus gedoopt is, steeg hij terstond op uit het water. Hij stond dus op, is eerst ondergedompeld geweest, stond dan op. En zie, de hemelen werden geopend. De hemelen gaan open. Dat is bij Ezechiël gebeurd, de hemelen gaan open en Ezechiël ontvangt een woord van de Heere. Het gebeurde in het Oude Testament in de regentijd. Staat er ook die uitdrukking, de hemelen gaan open. En het gebeurde bij de zondvloed, staat er ook. De hemelen en de diepte van de hemel werden geopend. Elke keer als er iets heel belangrijks gebeurt in de wereldgeschiedenis, Gods woord dat spreekt, een oordeel dat volgt, of zegen die gegeven wordt, gaan de hemelen open. En dan ziet hij de Geest van God neerdalen als een duif en op zich komen. Geest van God, die deze mens, want dat is hij ook, die deze mens nu vervult van goddelijke kracht. Dat had de Zoon van God niet nodig, maar de mens, Jezus van Nazareth, had dat nodig. De Geest van God daalt neer als een duif. Misschien in de gestalte van een duif,
Of misschien op de manier waarop een duif neerdaalt. Sneller en dan steeds langzamer naar beneden tot hij in alle rust zijn voeten op hem gezet heeft. En dan moet u zich realiseren dat er duizenden mensen omheen gestaan hebben. Johannes de Doper, overal waar hij was, trok hij een grote menigte. Dit is een hele openbare bijeenkomst. Hier moeten honderden, misschien duizenden mensen tot geloof in deze Messias zijn gekomen. En overal door Israël heen zullen ze dat verhaal hebben verteld. Ik was bij Johannes de Doper. En ik zag dat die geest naar beneden kwam. En ik zag dat Johannes de Doper hem aanwees, die ene aanwees. De Messias is waarachtig gekomen. En nog ver na de opstanding vinden we volgelingen van Johannes de Doper die dit weten. Er is een Messias aangesteld, maar we weten niet waar hij is. En we horen geruchten dat hij gestorven is. Maar dit is een gebeurtenis geweest die heel veel mensen in het hart geraakt moet hebben. Maar misschien nog het mooiste en het grootste is het laatste wat we lezen. En ik vind het zo ontroerend. Dat komt 3 keer voor. We hebben het hier dat die hemelen zich openen, de Heilige Geest neerdaalt en dan komt er ook een stem uit de hemel. Wat later neemt de Heer Jezus zijn meest vertrouwde discipelen mee de berg op en dan gebeurt het ook. En Petrus schrijft erover in zijn brief, nog vele jaren later, omdat het zo'n geweldige indruk heeft gemaakt. Nu gaat God zelf spreken. 450 jaar lang heeft deze God gezwegen. Er is geen profetische stem geweest in Israël. Maar nu gaat hij spreken. Eindelijk. Voor mensen die op hem gewacht hebben. Mensen die er naar uitgezien hebben en naar verlangd hebben. Is dit het grote verlossende woord. Het komt uit de hemel. Niet uit de stem van een mens waar je nog twijfel over kunt hebben. Die duizenden mensen daar hebben het voorrecht gehad. Die stem van God rechtstreeks te horen. En wat ik zo prachtig vind. Het is geen profetische boodschap. Er staat niks over Jeruzalem en de volkeren. Dit is alleen maar een uiting van die wonderbare liefdesband tussen vader en zoon. Het laat iets zien van de diepte van Gods hart aan het begin van de missie van de zoon. Het laat zien dat de Heere God niet ver verwijderd is van deze gebeurtenissen, maar als vader er diep, diep bij betrokken is. Hier staat zijn zoon. Deze is mijn zoon. Ja, nog meer, mijn geliefde zoon. De eeuwige liefde van de vader voor die zoon wordt hier uitgesproken. Johannes de Doper mag het horen en zal zich erover verbijsterd hebben. Is hij dan nog meer dan alleen maar koning van Israël? Wat is hier gaande? Die duizenden die eromheen stonden zullen dat niet begrepen hebben. Deze is mijn geliefde zoon. Woorden die ze wel kenden uit de geschiedenis van Abraham en Isaac. Als tegen Abraham gezegd wordt, neem je zoon, je geliefde, je enige, Isaac. Breng hem naar de berg en offer hem al daar. Zo zullen ze gedacht hebben. Ze kregen aanwijzingen voor de weg van deze zoon in die geschiedenis. Naar Golgotha toe. Deze is mijn geliefde zoon. En dan nog meer dan dat, in wie ik welbehagen heb gevonden. Je kunt dat op vele manieren uitleggen, maar de mooiste vind ik deze. Als Jezus hier staat, dan is hij 30 jaar oud, vermoeden we. 29, 31, in die buurt. En 30 jaar lang heeft hij een verborgen leven geleid. Gewoon de zoon van Jozef in de timmermanswerkplaats. Hij zal onderhandeld hebben met klanten. Hij zal houtbewerking geleerd hebben en gedaan hebben. Hij is gewoon een van hen geweest. 30 jaar lang, terwijl om hem heen de zonde zijn tol eist. Terwijl om hen heen het zo duidelijk is dat er een verlosser nodig is voor dit volk. Maar 30 jaar lang heeft hij in gehoorzaamheid gewacht tot zijn grote moment. Wat nu pas is aangebroken. En de vader zegt het hier. In wie ik welbehagen heb gevonden. Ik heb dat leven 30 jaar lang gevolgd. Zegt hij bij wijze van spreken. Ik ben erbij geweest 30 jaar lang. En het is mij tot een welbehagen. Dit is een leven zoals ik het bedoeld heb. Dit is een mens zoals ik het bedoeld heb.
Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. Maar het is wel een zoon die alle gerechtigheid moest vervullen en daardoor zichzelf moest offeren aan het kruis van Golgotha. Het is wel een zoon op wie de Heilige Geest neerdaalt als een duif, dat wil zeggen als een offerdier voor de armen bestemd. Armen die offerden een duifje, want daar was goedkoop aan te komen. Het is wel een zoon die zich vernederd heeft. Koning was hij, zoon van God was hij, beeld van God was hij. Hij wordt aan de mensen gelijk en onderwerpt zich aan de dood. Wat een bijzondere kroning is dat. Wat een bijzondere zalving is dat. De Zoon van God komt. Dan denk je toch, hij komt met majesteit en heerlijkheid en met kracht. En omgeven door een geweldig grote hemelse legerschare. Dan komt hij met zijn engelenmacht. Maar hij komt in een kribbe in Bethlehem, in het verachte Galilea, in een gezin dat niet meetelt. En hij komt hier bij Johannes om zich één te maken met ons, met u en met mij. Daarom kwam hij in de wereld, om ons te kunnen opzoeken, om ons te kunnen verlossen. Hij die onze verlosser is, die zijn genade naar ons heeft uitgestrekt zonder een tegenprestatie te vragen. Die ons heeft lief gehad nog voordat wij hem konden lief hebben. Die Heer is het waarover we spreken. Dit is een Heer die in ons leven een rol wil spelen, aanwezig wil zijn, zich nooit opdringt. Dat zal u opgevallen zijn, de Heilige Geest schreeuwt nooit. En de Heer Jezus heeft zijn stem niet verheven, zegt Jesaja 53. Hij schreeuwt nooit, maar hij fluistert wel. Hij fluistert in de stilte van ons hart, in de hoop dat wij ons naar hem toewenden en ons oor bij hem te luisteren leggen. Omdat we bij hem woorden van genade en vergeving en liefde kunnen vinden. Maar diezelfde bevrijder die ons zo nabij wil zijn, die zijn leven heeft gegeven, die wil ook onze Heer zijn. Wie het Matthäus-evangelie leest, die kan nooit meer vergeten dat hij ook onze koning is. Aan het eind van dit evangelie horen we de opgestane Heer zeggen: mij is gegeven alle macht. Dat wil zeggen macht en gezag tegelijkertijd. Alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dus heen, maakt alle volkeren tot mijn discipelen en leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is uniek. Leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Deze Heer geeft bevelen, geeft geboden. Paulus noemt het de wet van Christus. Christus geeft ons een opdracht in het leven. Oh, we weten het wel, we hebben de 10 geboden gelezen en we weten de vermaningen wel van het Nieuwe Testament. Het zijn er meer dan 1000 als je ze goed telt. Maar wat belangrijk is om te weten van al datgene wat God van ons vraagt. Wat belangrijk is om te weten van die geboden die we gelezen hebben. Dat ze allemaal gedragen worden door dit dubbele karakter van de wetgever. Van degene die die wet op ons hart wil binden. Het dubbele karakter is dat hij enerzijds de heilige Gods is, die in zijn eigen menselijke leven dit alles feilloos heeft vervuld en die zijn offer bracht voor ons. Maar aan de andere kant dat hij de Heere zelf is, met het volste recht om van u en mij te eisen. Hij doet het niet. Dat is zijn liefde. Maar hij heeft het volste recht om van ons gehoorzaamheid aan zijn wil te eisen. De les van deze tekst is dat net zo min als hij dat kon zonder de geest van God op hem, net zo min zijn wij bij machten om hem te gehoorzamen zonder die kracht van de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest in ons leven wil doen is ook duidelijk. Hij wil ons steeds weer herinneren aan deze woorden van de Vader. Besef nou, als je nadenkt over deze Jezus, als je het evangelie leest over hem, als je in gedachten je zijn leven voorstelt, dat Gods getuigenis van hem is: deze is mijn geliefde zoon, geen andere. Deze is mijn geliefde zoon. Heel de liefde van God de Vader die rust op hem.
En hij krijgt hem nog terug ook. Die zoon houdt net zozeer van die vader. En in die liefdesband, broeders en zusters, in die liefdesband van vader en zoon zijn wij opgenomen. Daar maken we nu deel van uit. Vader en zoon die maken hun woning in ons, zegt Johannes 14. Hij woont, zij wonen bij ons. Zij willen die liefde die ze samen hebben en delen, willen ze ook met ons delen. Deze Jezus is zijn geliefde zoon, in wie hij, dat is God, welbehagen heeft gevonden. Mogen het nou zo zijn dat ook wij welbehagen vinden in deze zoon. Het is de sleutel tot heel ons christelijk leven. Dat we Jezus leren kennen, zoals Paulus zegt, dat we opgroeien tot de volwassen maat van de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat we dat ons eigen maken, dat het evangelie geen vreemd boek is, maar dat het innerlijk in ons hart geschreven is. Zijn daden, zijn woorden, zijn werken, zijn liefde en genade, dat dat een deel van onszelf wordt. Want dat is de wijze waarop deze koning regeren wil, door het hart heen, door vrijwillige overgave heen. En hij heeft er recht op, niet alleen omdat hij koning is, maar boven alles uit, omdat hij u en mij heeft lief gehad tot de dood aan toe. Hem zij alle eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.